En ook in Marowenen is de eerste editie van de Agri- en Foodbeurs georganiseerd door Stichting Soil Masson-Condré. Soil staat voor Surinaamse ontwikkeling van de innovatieve landbouw. De beurs is afgelopen donderdag gehouden in Mungo ter ontwikkeling van de agri- en foodsector in het district. Naast de vele bezoekers waren ook de ministers van HI, LVV en RO aanwezig. Freddy Daniel, districtscommissaris van Mungo, heeft de beurs officieel geopend. De hele keten van personen, instanties en overheidsinstituten krijgen middels dit platform de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en elkaar te versterken. Student Kevin Steeg van de Hogeschool Den Bosch gaf uitleg over zijn aardappelen- en uienonderzoek in Marowenen. Ook drie studenten van de TU Delft verzorgden een presentatie over hun onderzoek naar de ideale landbouwkas voor Suriname en de lancering van het online kennisplatform.